mooiste dag van Ivans leven. Dat is de titel van ons laatste bericht van dit kwartaal. Ivan was blij. Vandaag hoefde hij geen huiswerk te doen. Hij had een muziekuitvoering. 'S Ochtends bracht Ivan zijn gitaar naar de Zawoski Christian School in Rusland. Onderweg kwam hij 5 andere jongens tegen die hun gitaren eveneens bij zich hadden. Hun lerares bad met hen in het klaslokaal. Lieve God, bescherm ons alstublieft op de weg naar het concert. Zegen ons alstublieft als we het concert geven en wilt u ons weer veilig thuis brengen vanavond. De jongens grepen hun gitaar en liepen achter hun lerares aan. Hun eerste stop was het treinstation, dat zo'n 10 minuten lopen was. Toen de trein aankwam rijden, stapten ze erin, waarna ongeveer 30 minuten verstreken. De trein bereikte hun halte en dus stapten ze er weer uit en liepen 10 minuten. De gitaren waren groot en zwaar, maar de jongens hadden ze zich veilig in hun beschermhoezen opgeborgen, waardoor het minder moeilijk was om ze te dragen. In de grote concertzaal wachtten de jongens hun beurt af, terwijl andere kinderen muziek maakten op violen, gitaren en andere muziekinstrumenten. Veel mensen waren bijeengekomen in de concertzaal om te luisteren naar de leerlingen van verschillende scholen die ook meededen aan de muzikale uitvoering. Uren gingen voorbij. De lerares begon zich zorgen te maken, omdat ze om 5 uur terug op het station om hun trein te halen moesten zijn. Als ze te laat kwamen, zouden ze 2 uur moeten wachten op de volgende trein, om 7 uur. Zo, niemand vindt het fijn om 2 uur te wachten en zo laat bij school aan te komen. Nou, toen was het toch eindelijk zover. Ivan en zijn vrienden waren aan de beurt. Ze namen hun gitaar in de handen en speelden een vrolijk teuntje. Na de hand klonk er een daverend applaus van de vele kinderen en volwassenen die aanwezig waren. De jongens namen niet de tijd om het applaus in ontvangst te nemen. Nee, snel borgen ze hun gitaren weer op in de beschermhoezen en volgden hun lerares naar buiten, de straat op. Nog even en het was 5 uur. Ondanks hun enorme haast bracht de lerares hen toch tot stilstand op de stoep. Jongens, we hebben weinig tijd, maar laten we bidden, zei ze. Laten we Gods hulp vragen om de trein te halen. De jongens bleven staan en ze sloten hun ogen. De lerares bad: Lieve God, dank u dat u ons concert gezegend heeft. Help ons alstublieft om het station op tijd te bereiken. We willen de trein niet missen. De jongens liepen zo snel als ze konden. Ivan vroeg zich af of ze het zouden halen. Er leek geen einde te komen aan de wandeling. Maar toen kwam het station dan toch in zicht. Het was precies 5 uur. De kleine groep holde naar het perron, maar er was geen trein te bekennen. Ze bleven wachten. De trein had misschien een vertraging. Maar nee, geen trein. Verderop zag Ivan een bord met de aankomsttijden van de treinen. Hij keek ernaar en hij zag, hé, er zou helemaal geen trein om 5 uur komen. Maar om 5:10. Juf, zei Ivan, waarom gaat er een trein om 5:10? Zijn lerares keek op. Een verbaasde uitdrukking kwam op haar gezicht. Oh, wat dom van me, riep ze. Er gaat geen trein om 5 uur. We moeten de trein om 5:10 hebben. Zo, vreugde en dankbaarheid tot God vullen Ivans hart. In stilte bad hij. Dank u, God, dat u ons heeft geholpen om nog eerder dan de trein op het station te zijn. Een paar minuten later kwam de trein aanrijden. Zo, Ivan zal die dag nooit vergeten. Op die dag heeft God ons blij gemaakt, zei hij.
Hij hielp ons om het station op tijd te bereiken. Dank u, God.